Welkom en leuk dat je weer kijkt naar golfvrouw.nl. Vandaag staan we op de driving range en ik krijg vandaag training van een fijne collega van golfbaan Bentwoud Els. En ik ben heel benieuwd wat je voor mij in petto hebt, want ik leer graag. Nou, leuk Marloes. Dankjewel voor de uitnodiging. En wat we gaan doen vandaag is, ik hoor heel vaak dat ze zeggen van ja, op de driving range ging het zo goed en ik sloeg ze allemaal weg. Nou, 3 emmers ballen weggeslagen, maar dan ga ik de baan in en dan sla ik eigenlijk een deuk in een pakje boter. Dus ja, en dan zeggen ze, Els, hoe kan dat nou? Ik zeg, nou oké, hoe ga je trainen op de driving range? Nou, dan zeggen ze, ja, ik sla alleen maar ballen weg en dan ga ik de baan in. Dus daar gaan we iets aan doen, Marloes. Leuk. Dus ik heb daar een leuke opdracht voor jou. Dus wat we gaan doen is het een beetje opbouwen, hoe dat je eigenlijk gaat voorbereiden als je de baan in gaat. Nou, we hebben het er al over gehad. Je favoriete club. Pak hem maar uit je tas. Oh god, daar is hij weer. Daar is hij weer. Dus dan begin je gewoon lekker even een paar ballen te slaan met je favoriete club. Kijk, heel goed. Nou, en eigenlijk doe je dat 2 ballen en dan pak je na die tweede bal met je favoriete club, pak je een ander stokje. En dat doe je een beetje opbouwend, van laag naar hoog. Dus bijvoorbeeld nu een 7, prima. Ja. En dan probeer je dus ook weer hetzelfde tempo te houden. Lekker relax slaan. Pak ook, zeg maar, doe je eigenlijk een beetje ook je routine erbij. En probeer altijd wel naar een doel te mikken. Dus niet zomaar in het luchtledige, maar gewoon altijd wel een target te pakken. Zodat je dus ook echt zoals je in de baan staat. Nu heb ik mijn ijzer 5. Ah. Oh, even terug. Je mag eerst terug naar je favoriete club. Oh, echt? Ja, oh. Daar gaat het dus om. Dus wat je dus doet, is je gaat iedere keer terug naar je favoriete club om je tempo en lekker je ritme te krijgen. Dat is ook weer heel goed voor vertrouwen natuurlijk. Inderdaad. En dan ga ik dus nu opbouwend naar de ijzer 5. Juist, ijzer 5. En dan rij je weer terug naar je ijzer 9. Oké, sla je normaal 2 ballen. Dus het is iedere keer 2 ballen. Nou, dan pak je ijzer 9 en dan je hybride, dan je ijzer 9, houtje, ijzer 9, driver, ijzer 9. En dan eindig je dus altijd met de club waar je op hol 1 mee begint. En waar begin je mee op hol 1? Met mijn driver. Nou, oké, dus dan eindig je altijd met je driver. Ik heb geen T11. Oh! Nou, dan doen we even een oefenswingetje. Ja. Zo. Hup. Yes, lekker een sweep. Dus nog 2 ijzer, of 2 keer met je driver? Ja, je staat op, nou, voor 1 keer maar. 1 keer. Ja, het is dat je even het gevoel hebt van, oh ja, dat is vertrouwen. Heb ik lekker even nog lekker mee geslagen. En, stel je nou voor, want ik even, zeg maar, even leuk. Ik heb wel eens dan denken, oké, dan sla ik mijn driver. Ja. En die sla ik slecht. En dan moet ik de baan in. En dan? Ja. Ga ik dan nog een keer terug naar mijn 9? Ga je terug naar je 9. Dat is belangrijk. Dat is een goeie. Ja. En dan ga je kijken of dat je inderdaad nog een keer met je driver gewoon lekker kan slaan. Ja. Je hebt van die dagen soms dat je driver denkt van, tasserest, hè? Ja, hebben we het erover gehad. Ja. En dan pak je bijvoorbeeld de clubje die eronder zit. En daar pas je dan je gameplan aan. Dat is een leuke. Maar goed, in principe zou je dus kunnen zeggen van, oké, ik sla mijn driver. Gaat hij niet helemaal lekker, doe ik nog een ijzer 9, mijn favoriete club. Ja, gaan we gewoon onderzoeken. Gewoon, ja. Superleuk. Ja. Nou, ik vind het echt te gekke routine om in te slaan, inderdaad. Eerst even altijd goede warming-up doen. Ja. En dan deze opbouw, zeg maar, of afbouw en dan eindigen met je club. Ja, zeker. Helemaal fantastisch. Zeker. Dankjewel. Nou, meiden, ga hiermee aan de slag op de range voordat je gaat spelen. Misschien eerst even ontdekken wat je favoriete club is. Yes. Maar ik denk dat wij dat allemaal wel. Iedereen heeft wel een clubje dat hij zegt, waar hij het meest vertrouwen in heeft. Ja. En als je dat dan opbouwt, superleuk. Ja. Nou, duimpje omhoog voor deze video als het je heeft geholpen. Wij gaan heel veel toffe andere leuke dingen samen doen. Hè? Samen absoluut, met de leuk hoor. Vrouw PGA Network. Ja. En dus blijf ons volgen op onze site, op onze socials, Instagram, Facebook. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube-kanaal hieronder. En heel graag tot de volgende keer. Doeg! Doeg!